Kom. Moet wel terug, zou je zeggen. Nou, dit is vraag om moeilijkheden. Boysen leidt balverlies. Berghuis neemt hem niet briljant aan. En er is de eerste kans verkeken. Boysen wil het herstellen. Dat lukt ook niet. Dus nog steeds Berghuis. En die schiet hem er bijna in. Vilena boos. Die had de bal willen hebben op de rand van het strafschopgebied. Maar de beste kans van de wedstrijd tot nu toe komt door de fout bij Roda zelf. Van Leer. Wel in de drukte, maar de bal is in ieder geval weg. Vilena. Van Hieft, oh, wie schat die bal goed in? Eigenlijk niemand bij Roda. Dus Elia. Schot van Elia is voor Van Leer. Is legt de corner. Bij Roda zijn ze de bal kwijt. In ieder geval Papazoglu. Maar uiteindelijk toch weer gevonden. Al-Assar, op het moment dat eigenlijk Rosheuvel veel te veel risico neemt bij het omschakelen. Dus de bal kwijt is. Hier is Kuit. Legt hem bij de tweede paal. Bottekin krijgt een klein duwtje. Papazoglu. Het ziet er allemaal vrij onbeholpen uit, maar goed. Daar is uiteindelijk dan wel de kans. Jurgensen. Het is allemaal niet de meest fraaie aanval die we hebben gezien. Uitverdedigen moeizaam. Aanval zelf van Feyenoord ook. Berghuis. Kuit en Jurgensen voor het doel. Tonstra daar nu bij. Het schot. Ja, dat is wel knap weer gedaan. Snel handelen door de topscorer. Ayagun. Om Vilena heen. Milic mee. Elia achtervolgt. Rosheuvel. Papazoglu, de lange spits, wacht op de bal. Die komt daar, dan uiteindelijk op het hoofd een beetje nog van de kleine man. Zo was dat daar niet bedoeld. En Papazoglu vindt vooral dat de kleine man, Ayagun, in de weg loopt. Kuit, in twee keer de bal bij Toornstra gekregen. Oh, een ruimte voor Vilena aan de andere kant. Toornstra ziet het, krijgt hij de bal daar ook goed. Ja, geweldige bal van Toornstra. Prachtige paas, Vilena. Die dan weer terug naar Elia. Die legt hem terug op Berghuis. Het is een schitterende aanval. Het is een schot dat wel vrij ver naast gaat nog. Ayagun. Lastig wel door Bottekin. Oeh, dat is een overtreding van Congolo. Ja. Het zal het laatste moment van de eerste helft zijn. Geen extra tijd. Verder. Al-Assar neemt. De bal wordt verlengd. En Van Hiefte! Het is meteen rust. Het is geen 1-0. En dat had zomaar gekund. Misschien wel gewoon gemoeten. Bij Feyenoord winnen ze zich nog enorm op. Uiteindelijk hoeft dat allemaal niet. Want de bal zit niet. Dus zou je zeggen, waar maak je je druk om? Wat is het probleem? Er lijkt toch geen overtreding te worden gemaakt. Op iemand van Feyenoord. En dan staat Van Hiefte helemaal vrij. En zo is de allergrootste kans. En nog eentje voor Roda. In de slotseconde. Van de eerste helft. Bottekin ziet Jurgensen. En Jurgensen heeft de kans. Jurgensen! Ah, dit is een hele grote kans voor de topscorer. Zo makkelijk ging het voor de winterstop. Dat je dan nu ook eigenlijk al denkt. Ah, dit zou wel eens de 0-1 kunnen zijn. Al-Assar. Van Petten. Hij dan met de voorzet. Over Papazoglu heen. Daar is Rosheuvel nog. Weggehaald van Hiefte. Weer weggehaald. Tot twee keer toe naar Bottekin. Papazoglu niet bereikt. Niet door Van Peppen tenminste. Bijna door Rosheuvel. Maar Bottekin één keer. Bottekin twee keer. En het gevaar voor Feyenoord is geweken. Kuit. Elia geen buitenspel. Elia. En dan valt hij bijna nog via Van Hieft in de korte hoek erin. Maar gaat hij net naast. Zo zijn de kansen er in ieder geval een stuk meer dan in de eerste helft. In het midden staat nog iemand. Nou, je zou toch denken aan buitenspel. Het mag door. Corner Berghuis. Bijna Bottekin. Goed aangenomen. Goed geschoten ook. Lekker actie van Toornstra. Elia mag zich terug in dat duel. Nog steeds Elia.
Toornstra. Berghuis. Jurgensen wacht. Jurgensen krijgt hem niet. Jurgensen in de rebound. Kuyt. En dan zit hij erin. En is het Dirk Kuyt die Feyenoord op 1-0 schiet. Het loopt allemaal niet zo geweldig. Maar hij is er. En er zijn altijd mensen die twijfelen aan hem. Maar hij is er. En hij is nog steeds zo belangrijk voor Feyenoord. Jurgensen legt hem. Is het buitenspel? Ja, het is buitenspel. Linker deel van het lichaam. Arm telt niet mee, maar de rest toch wel. En dan had dit doelpunt dus moeten worden geannuleerd. Hij maakt hem in ieder geval prachtig af. Hij legt hem schitterend in de kruising. Dirk Kuyt, de bevrijdende 1-0 in Kerkrade. Van Peppen heeft tijd. Bas Çıkoğlu is omspeeld. Maar dan is er nog de rugdekking. Een paar meter gesmokkeld, het mag. Jurgensen. Dat is mooi, Jurgensen. Oh, wat is dit fraai. Wat is dit fraai gedaan tot hij hem erin zou moeten schieten. Dit doet hij heel mooi. En daarna ook de rust hier. En dan zou je zeggen, nummertje 13 komt eraan. Kopballetje van Bottekien. Nou, kopballetje. Zo. Niemand bij die tweede paal gezet, dus moet Van Leer het zelf doen. Kuyt. Een tweetje. Prachtig gespeeld. Wat een schitterend doelpunt. Elia beslist het. Na een schitterende 1-2 met Jurgensen. En dan scoort Jurgensen niet. Maar heeft hij wel de 2 assists achter zijn naam. En is hij dus wel weer beslissend. Want Jurgensen ontwikkelt zich niet alleen tot de doelpuntenmaker. Maar ook tot de koning van de assists in de Eredivisie. Feyenoord wint na een hele matige eerste helft. Ook van de Rotterdammers. Ging het een stuk beter in de tweede. Kwamen er de kansen en kwamen er de treffers. En dus wint Feyenoord verdiend bij Roda JC. En is de jacht op de landstitel, die eerste landstitel sinds 1999, weer geopend.